Deze presentatie gaat over Wilhelmus Abrakel, een van onze oudvaders. Het gaat over zijn leven en over zijn werk. Hij is een van de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie in Nederland. En hij wordt ook wel het Licht van de Friesen genoemd. Maar hij mocht het licht van het evangelie ook in de rest van de Nederlanden verspreiden. Zijn afkomst. Wilhelmus Abrakel werd op 2 januari 1635 geboren in het Friesele-Warden. Dat was in de Gouden Eeuw een welvarende stad. Het was een hofstad, de woonplaats van de Nassau's. Het was een van de grotere steden van de Republiek der Nederlanden en had in die tijd. Ongeveer 16.000 inwoners. Via de smalle kanalen was deze stad ook gemakkelijk bereikbaar voor het achterland. De vader van Wilhelmus Abrakel was Dirk Gerrits, veel beter bekend als Theodorus Abrakel. Zijn vader was Eerst schoolmeester in Enkhuizen en dat werd hij later na de verhuizing in Leeuwarden. Maar toen Wilhelmus twee jaar was, werd zijn vader predikant. Hij werd daartoe gestimuleerd door de predikanten Repertus Sixtus en Menardus Scotanus. Zijn vader had dus geen theologische opleiding en werd naar artikel... Van de Dortse kerkorde op singuliere gaven predikant. Dat kostte hem veel strijd. Hij kon het met de aanbeveling van deze twee predikanten niet doen. Op zijn sterfbed vertelde vader Brakel nog aan zijn zoon over zijn inwendige roeping. De Heeren riep hem in de nacht, zoals ze eens samen wel tot het ambt geroepen had. Kenmerkend voor deze Theodorus Abrakel is een leven lang zijn bevindelijke, zijn mystieke, zijn persoonlijke inslag gebleven. Hij werd een schrijver van boeken over het geestelijke leven, onder andere de bekende trappen des geestelijke levens. Dat is een samenspraak tussen vader en zoon over de opwas in de genade. Bekend daaruit is de onderscheiding... tussen kinderen, jongelingen en vaders... ontleend aan 1 Johannes 2... en de geestelijke oefeningen... die bij deze verschillende standen... in het genadeleven horen. Ook over zijn moeder is het een en ander bekend. Ze heette oorspronkelijk Grietje Willems. Later wordt ze met haar deftige naam... Margareta Homma aangeduid. Het stel is getrouwd op 30 januari 1628 in Enkhuizen. Margareta Homma was een godvrezende vrouw. De rouwpreek over Wilhelmus Zabrakel vergelijkt Helmbroek haar met Eunice, de moeder van Timotheus. En ook met Monica, de moeder van Augustinus. Vaak was ze in gebedsworstelingen over haar zoon zo zeer dat ze zelf zichzelf vergat. En vaak waarschuwde ze ook haar zoon: O, oh, wat zult ge te verantwoorden hebben als gij God niet vreest? Daniel Rullois, een predikant die een lijkreden over Brakel uitsprak, noemde haar een vrouw die waarlijk de Heer vreesde. En Hellebroek noemt, vader en moeder Brakel een kostelijk paar. Het portretje op deze dia is overigens getekend door Anne-Maria van Schuurman met Oost-Indische inkt. Zoals jullie zien is voor de mond en de neus zelfs iets kleur gebruikt. Zijn jeugd beleefde Brakel in de Friese plaatsjes Beers en Jellem. Daar was zijn vader immers veertien jaar lang predikant. Een kerstpreek maakte eens diepe indruk op de jonge brakel. Hij vroeg het, vader, wanneer zal het weer kerstfeest zijn? En op een vraag naar het genadeleven zei zijn moeder hem eens, kind, dat gaat uw verstand ver te boven. Het gezinsleven van de brakels werd gestempeld door vroomheid. Wilhelmus Abrakel zegt later dat hij van jongs af aan de heren vreesde en dat hij niet wist van een tijd dat hij de heren niet diende. Overigens was Wilhelmus van maandag tot vrijhad, vrijdag in Leeuwarden. Daar studeerde hij aan de Latijnse school. Dat was ter voorbereiding op de universitaire studie. Want aan de universiteit werd het onderwijs in het Latijn gegeven. Maandagmorgen deed zijn vader hem altijd biddend uitgeleiden en staarde hem na. De jonge Brakel was daarvan zo onder de indruk dat hij biddend zijn weg vervolgde. Na Beers en Jellem was Theodorus a. Brakel één jaar predikant in den burg op Tessel. Tot verdriet van de Tesselenaren. Verliet hij al spoedig deze plaats. En daarna was hij in Makken, in Friesland, tot op zijn dood predikant. Op 19-jarige leeftijd zijn er grote veranderingen voor Wilhelmus. Hij gaat theologie studeren. En wel aan de academie in Franeker. Dat is van 1654 tot 1659. Het was een roerige tijd op universitair terrein. De Joodse geleerde Baruch de Spinoza en René Descartes maakten hun opgang. Aan deze universiteit onderging Wilhelmus de invloeden van Coxeus, dat was een nieuwere theoloog uit die tijd in de Nederlanden, die door Gisbertus Voetsiers in Utrecht bestreden werd. Hij kreeg daar college van verschillende mannen, ook beroemdheden. Christianus Rotanus, bestrijder van de doopsgezinden en van het Cartesianisme. Maar hij kreeg ook college van de veel vrijer denkende Johannes Valkenier. Een zeer geleerde professor die goede contacten had met Johannes Coxeus. Op 24-jarige leeftijd werd Wilhelmus geëxamineerd door de klasses Leeuwarden. Hij werd toegelaten tot het predikambt. Zijn proefpreek ging over Openbaring 21, vers 11: Over het nieuwe Jeruzalem. Daar staat in de schrift geschreven: En zij hadden heerlijkheid Gods. En dat licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. De preek beviel en hij werd met eenparige stemmen toegelaten tot de heilige dienst. En zoals gewoonlijk kreeg men, kreeg ook hij, in Friesland een algemene zending. Inclusief dus de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen, al had hij nog geen gemeente. Brakel drukt later zijn bul trots af in de redelijke godsdienst. En hij schrijft daarbij: Deze zending geeft vrijmoedigheid om niet alleen in zijn bijzondere kerk zich als gezant van Christus te gedragen, maar ook overal waar men komt. Want die zending is tot het ambt in het algemeen. Het is mij tot blijdschap en in vele gelegenheden tot vrijmoedigheid dat ik een algemene zending heb, zonder bepaling tot een plaats. Gelijk alle frisse kandidaten ontvangen. Maar afhankelijk kreeg hij geen beroep. Roy vertelt zelfs dat hij twijfelde aan zijn roeping. Het was in elk geval een beproeving voor de jonge Brakel. Hij schijnt er zelfs over gedacht te hebben om medicijnen te gaan studeren. Na zijn examen. Gaat Wilhelmus Abrakel naar Utrecht? Dat is 1660. Utrecht was in die tijd een bolwerk van gereformeerde orthodoxie. Wilhelmus zal wel aangetrokken zijn door Voetius en zijn kring, en anders was het wel op advies van Theodorus, zijn vader, dat hij daarheen is getrokken. Voetius bestreed de opvatting van Coxeus en Descartes. Ook Andreas Ezenius doseerde daar en later ook Johannes Hornbeek. En op deze plaats verbleef ook Anna-Maria van Schuurman, alom bewonderd vanwege haar grote geleerdheid en vanwege haar vromheid. Voor haar kwamen zelfs delegaties uit het buitenland om met haar te spreken. En van achter de gordijnen volgden ze de colleges van Foetsius. En in haar kring leerde Wilhelmus ook Sarah, Sarah Nevius, zijn latere vrouw, kennen. Tijdens zijn studie in Utrecht had Wilhelmus meermalen in Exmora ex gepleegd. In 1662 werd hij daar beroepen. Hij was er opgevallen door zijn grote gaven. Exmora ligt op korte afstand van Makken, waar vader Brakel stond. En zo werd hij een collega van zijn vader. In Ex Morra ontmoette hij ontvankelijk veel hardheid en vijandschap. Maar later veranderde de stemming. Zodat hij daar later in gesprekken op terugziet als een goede periode. In Ex Morra trouwde Wilhelmus ook met Sarah Nevius. Was Sarah Nevius is geen portret beschikbaar. Ze was een ontwikkelde vrouw. Ze kon lezen, ze kon schrijven. Ze musiceerde, speelde klavecimbel, kon goed handwerken. Had het alles geleerd op de Franse school in Amsterdam, waar haar moeder haar vanuit Kampen naartoe gestuurd had. Als meisje van 17 was ze al getrouwd met de predikant Henricus Vegen. Het paar kreeg twee kinderen, die jong gestorven zijn. En ook haar man stierf toen zij nog maar twintig jaar oud was. En zo keerde ze als een jonge weduwe terug naar kampen. Later verkeert ze in Utrecht in de kring van Anne-Maria van Schuurman, die ongeveer 25 jaar ouder was. Van haar leerde ze onder andere gedichten maken. En op voorspraak. Van vader Theodorus trouwde Wilhelmus haar. Ze trouwden op 29 maart 1664 in het Sint-Antonie Gasthuis in Utrecht. Wilhelmus 29 jaar oud en Sara 31 jaar. Sara was een vrome en een toegewijde vrouw. Vaak mediteerde ze in de eenzaamheid over het Woord van God. En ze verzamelde ook groepjes geestelijke vriendinnen rond zich, met wie ze zich met de zaken van het Koninkrijk van God bezighield. Na haar dood ontdekte Wilhelmus haar meditaties. Een van haar vriendinnen vroeg daarnaar. En Brakel ras ze toen voor het eerst. Hij gaf ze uit, omdat hij dacht dat ze tot stichting van anderen konden dienen. Het paar woonde slechts korte tijd in Exmora. Daarna leidde de weg naar Stavoren. In Stavoren was Brakel van 1665 tot 1670 predikant. Stavoren was in die tijd een handelsstadje aan de Zuiderzee. Het is een grotere stad, waar Brakel nu tot predikant geroepen werd. Brakel regde, regelde hier zelfs een tweede predikantsplaats. Wat werd mogelijk? dankzij de jaarlijkse bijdrage van Pris, prinses Alberta Agnes, dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Brakel leverde zelfs een eigen honorarium in en leefde op het veel onzekerder hoftraktement. En zo bleek zijn betrokkenheid bij deze plaats en bij het ambtelijke werk. Toch zag hij aanvankelijk weinig vrucht. Maar later ziet hij toch een positieve wending. Hier worden drie dochters geboren. Later nog eens twee. Alleen de oudste Sullemet overleefde haar ouders. Zij trouwde overigens met een predikant, dominee van der Kluit. Het was een droevige periode voor het stel in de pastorie. Want van nabij maakten ze ook het overlijden van alle vijf zussen van Wilhelmus mee. En het verdriet van hun ouders daarover. En ook vader Theodorus stierf. Brakel is bij zijn sterfbed geweest, en heeft hiervan het verslag opgenomen in de trappen van het geestelijke leven, dat hij op het sterfbed had beloofd uit te geven. In de periode in Stavoren kwam Wilhelmus in aanraking met de Labadisten. Jean de Labadie was geboren in 1610. Hij was Rooms-Katholiek opgevoed, maar hij brak daarmee. Hij werd protestant en preekte uiteindelijk als een soort nieuwe kalvijn in Genève. Daar ontmoette hij ook Pierre Yvon, zijn opvolger. Er lagen ook contacten met de familie van Schuurman. Zo had hij contact met de broer van Anna Maria van Schuurman. Uiteindelijk trok hij, na een beroep te hebben ontvangen uit Londen, richting het noorden. Van plan om daarheen te gaan, maar hij werd beroepen in Middelburg. En zo diende hij daar in de Waalse gemeente. Helaas kwam het daar tot een breuk met de kerk. Hij stond een zuivere kerk voor, voor. een kerk van enkel wedergeborenen. Na dit conflict trok hij naar Veren en daarna naar Amsterdam waar hij een soort kloostergemeenschap stichtte, waarin men leefde in gemeenschap van goederen. En Anna Maria van Schuurman voegde zich vanuit Utrecht bij hem. Ze gaf alles wat ze had, ook haar geleerdheid op. Ook op Brakel had deze beweging een zeer grote aantrekkingskracht. Hij had zelfs in 1669 een zeer uitvoerig gesprek met Jean de Labadie in Amsterdam. De Labbadie adviseerde hem de zaak in het gebed aan de Heere voor te leggen. En dat deed Brakel. Het werd een grote gebedsworsteling. Waarin Brakel de Heere toestemming vroeg om mee te mogen gaan met Jan de Labbadie. Maar de Heere gaf hem die toestemming niet. Hij moest blijven in de vaderlandse kerk ondanks al haar gebreken. En zo blijft Brakel met grote beslistheid in de vaderlandse kerk. En toch in die tijd voelt hij zich nog niet sterk genoeg om de pen tegen de labadisten op te nemen. Dat doet hij pas later. Later verhaalt hij uitvoerig over zijn overwegingen om niet mee te gaan met de labadie en leer en leidingen der labadisten. En dan gaat de weg naar Harlingen. In 1670 is daar predikant geworden. Harlingen was een van de grootste steden van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Het was ook de grootste havenstad van Friesland, bekend van de Wolvisvaart, Haringvisserij. Ook een marinehaven. Een welvarende stad met veel handel en nijverheid. In die plaats waren er vier predikantplaatsen. De predikanten preekten om de beurt in een van de beide kerken, de Domkerk en de Westerkerk. De Roy zegt daarvan later, de onwetenden kregen onderwijs. De afgedwaalden bracht Brakel weer in het spoor. De nederige gebogenen richtte hij op. De zwakken gaf hij krachten. De bedroefden bood hij troost. Zonbaren overtuigde hij van hun verkeerde levenswandel. En gelovigen moedigde hij aan om zich te oefenen in de plichten van de ware godzaligheid. In de Redelijke Godsdienst vertelt Brakel van zes of acht vrouwen, jonge vrouwen, die in de gemeente dienden als profetessen. Ze trokken de gemeente door. En tot blijdschap van Brakel riepen ze iedereen die het maar horen wilde op tot bekering. Misschien dat dat ook te maken heeft met de activiteiten van Saranevius onder de vrouwen. Het is in deze tijd dat Wilhelms Abrakel ook op politiek terrein een enerverende periode meemaakt. Het rampjaar 1672. Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen vielen de Republiek aan. Het land was in rep en roer. Er waren volksopstanden in vele steden. Zo werden Johan de Witte en zijn broer Cornelis gelinched door een woedende schare. In deze tijd beseften ook de Friese predikanten de ernst van de situatie. Ze kwamen in 1672 bijeen in Leeuwarden en richtten zich tot de Statenvergadering om maatregelen te nemen tegen de misstanden en het volk op te roepen tot bekering. Een bijzondere vergadering van 156 predikanten kwam bijeen en richtte een smeekschrift tot de staten. Maar ook anderszins werden allerlei reformatorische maatregelen genomen, allemaal in de geest van de nadere reformatie. En ook via de klasses ging men voort om te reformerende maatregelen te nemen. In de Nederlanden had de strijd een wisselend verloop. Maar mede door toedoen van de Calvinistische keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg moesten de invallers het veld ruimen. En in 1674 keerde de rust weer. Voor Brakel wordt het dan tijd om naar Leeuwarden te gaan. In 1673 roept de Heer hem om in deze plaats te gaan dienen. De grootste stad van Friesland en ook zijn geboortestad. De Hofstad, met in die tijd ongeveer 15.000 tot 20.000 inwoners. Met zes predikanten. Er waren drie grote kerken: de Grote of Jacobijnerkerk, de Galileerkerk en de Westerkerk. Er was veel werk te doen in deze stad: preken in de verschillende kerken, huisbezoeken afleggen, catechisaties. De bediening van het avondmaal vijf maal per jaar. En voor het avondmaal moesten alle leden van de wijk worden bezocht. Ziekenbezoek, klassikale synodale vergaderingen. Brakel had het te druk mee. Naast hem stond andere, onder andere Herman Witsius. Ook hij diende in Leeuwarden. Eveneens een voorstander van de nadere reformatie. De periode in Leeuwarden staat voor Brakel voor een deel in het kader van een aantal conflicten die hij heeft meegemaakt. Zo was er in de eerste plaats het conflict over het houden van conventikels. Dat waren openbare bijeenkomsten van vromen waarover de wegen des heeren werd gesproken. Met heel veel vreugde had Brakel die gehouden in Stavoren en Harlingen. En hij deed dat ook in Leeuwarden. Maar hij werd al gauw beschuldigd dat hij dit toen zonder toestemming van de Kerkenraad had gedaan. De Kerkenraad van Leeuwarden bepaalde dat iedere predikant in zijn wijk categorisaties mocht houden rond het Heilige Avondmaal. En betoerbeurt een openbare categorisatie. Brakel vond dat niet fijn, maar hij legde zich er bij neer. Hij zag immers de conventiekels of de openbare categorisaties. Als een uitnemend middel tot bevordering van de vroomheid. En dan was er ook de kwestie Koelman. Deze predikant was in het Zeeuwse sluis in conflict gekomen over de censuur van de dronken burgemeester Sluimer. Als gevolg daarvan eisten de staten van Zeeland dat hij sluis zou verlaten. En zo gebeurde het. En hij leidde een zwervend bestaan, ging hier en daar voor in conventikels, maar Brakel liet hem zo nu dan in zijn plaats spreken. Dit kwam om op een waarschuwing te staan van de klasses. Het bracht hem in conflict op de synode van Friesland met de afgevaardigden van de Staten, en zo kreeg hij zelf een preekverbod. Overigens negeerde hij dat, want hij meende dat de staten hierin geen zeggenschap hadden. Maar men dwong hem tot excuses, en uiteindelijk gaf hij die. Al publiceerde hij later in een geschrift een waarachtig verhaal, alle dingen die hier gebeurd waren. En dan in de derde plaats was er de kwestie van Giffen, dat was een coxiaanse dominee. Die Eliwadden een preek hield over Psalm 8, en dat deed hij geheel in Coxiaanse zin. Hij legde namelijk Psalm 8 messiaans uit. Brakel schreef van deze preek een verlegging onder de titel Davids Halleluja. Later werd deze preek opnieuw uitgegeven, gewijzigd, onder de titel Halleluja of Lof des Heren over het genadeverbond. Overigens is dit conflict tussen beide predikanten later bijgelegd. Lange tijd heeft Brakel in Friesland als predikant mogen dienen 21 jaren maar de tijd van vertrek brak aan. Ook in het overige van Nederland mocht Brakel het evangelie van de Heer Jezus Christus laten schijnen. De voortekenen daarvan waren al te horen in een beroep dat in 1678 op hem werd uitgebracht door de gemeente van Middelburg. Hij bedankte voor dat beroep. In 1683 volgde echter een beroep naar Rotterdam. Ook dat beroep bedankt Brakel aanvankelijk. Hij kreeg van de gemeente bestuur van Leeuwarden de toezegging om openbare categorisaties te mogen houden in de Westerkerk. Al was dat dan niet exclusief. Het was wel een hele grote tegemoetkoming. Maar Rotterdam liet het er niet bij zitten. Een speciale delegatie werd vanuit Rotterdam naar Leeuwarden gestuurd. Om het beroep opnieuw onder zijn aandacht te brengen. En op de tweede beroep ging Brakel in. Tot ongenoegen van zijn kerkeraad. Men beschouwde het als ontrouw en als woordbreuk. En zo gaat Brakel op reis naar Rotterdam. Het werd een onstuimige zeereis. Aanvankelijk ging zelfs het gerucht dat ze schipbreuk hadden gepleegd op de Zuiderzee, want ze waren daar in een zware storm terechtgekomen. Maar Brakel verscheen op de straten van Rotterdam. En kon daar zijn werk beginnen. De periode van Rotterdam is van 1683 tot 1711 zijn overlijden. Rotterdam was een van de grootste steden van de Republiek. Amsterdam was in die tijd de grootste stad. Rotterdam had wel 55.000 inwoners. Het was een bruisende handelstad, binnenvaarts, visserij. In de Gouden Eeuw namen banken en geldwezen daar een hoge vlucht. Rotterdam was ook een vrij plaats voor denkers, zoals de Franse filosoof Pierre Bay, die leefde van 1647 tot 1706. Hij werd wel de filosoof van Rotterdam genoemd. En 60% van de bevolking van Rotterdam behoorde tot de gereformeerde kerk. Maar liefst 11 predikantplaatsen telde Rotterdam. Brakel werd bevestigd in het ambt door Petrus Tylenus. Met Jezaja 52, vers 7. Hoe liefelijk zijn de voeten desgene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. Degene die de boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Desgene die tot Sion zegt: Uw God is koning. Brakel deed intreden met 2 Korinthe 5, vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, Wij bidden u van Christus wegen, Laat u met God verzoenen. En tegen de achtergrond van deze twee teksten mogen we ook de zegenrijke bediening. van Wilhelmus Abrakel in Rotterdam zien. 49 jaar oud is Wilhelmus dan, maar het begrip van die tijd. eigenlijk al te oud om dit grote werk te beginnen. Maar Brakel mocht zich ijverig van zijn ambtelijke plichten kwijten en werd rijk door de heren gezegend. Er was veel ambtelijk werk te doen in Rotterdam. Maar ook hier kwam Wilhelmus in conflict met de overheid. Dat was in 1688. De kerkeraad wilde namelijk een beroep brengen op David Krombrugge. Maar de overheid verlengde geen toestemming. Ze weigerde de approbatie van dit beroep. En daarom spreekt Brakel uit Psalm 2, vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Hij verdedigde het recht van de kerk. Daar mocht de overheid niet aankomen. Het ging om de kroonrechten van Christus. De preek moest schriftelijk worden ingeleverd bij de magistraat. En Brakel kreeg een preekverbod. Zijn traktement werd zelfs ingehouden. Maar Brakel ging toch voor. Vanzelfsprekend wilde de overheid genoegdoening. De kerkeraad bemiddelde. Brakel gaf toe en ging niet voor. De zaak werd voorlopig bijgelegd. Maar. Net als hij dat vroeger in Friesland gedaan had, gaf hij het verslag van de gebeurtenissen uit en maakte de hele kwestie wereldkundig. Nu hing er zelfs verbanning boven zijn hoofd. Dankzij het ingrijpen van stadhouder Willem III werd de zaak echter op lange baan geschoven. De verhouding tussen overheid en kerk bleef echter lange tijd bijzonder slecht. Na zijn drukke ambtelijke werk heeft Brakel in deze tijd zijn hoofdwerk geschreven. De Redelijke Godsdienst. Het is in hoofdzaak in Rotterdam geschreven. Een boek is het geworden dat in binnen- en buitenland tot in Oost- en West-Indië bekend is geworden. De titel is een verwijzing naar Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offrande, welke is uw redelijke godsdienst. Brakel had, na het schrijven van het boek over Psalm 8, al een boek over het genadeverbond in het vooruitzicht gesteld. Het thema van de redelijke godsdienst is dan ook het verbond der genade. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 is een praktische, gereformeerde geloofsleer, met vanzelfsprekend nadruk op het genadeverbond. Deel 2 gaat over het leven met de here, het leven dus van de ware bondgenoten. En deel 3 gaat over het genadeverbond in het Oude en in het Nieuwe Testament, het Oude en het Nieuwe Verbond. De laatste hoofdstukken daarvan over de kerk van het Nieuwe Testament tot aan Openbaring van Johannes. En het einde daarvan bestaat in de verklaring van dit laatste Bijbelboek. Maar dan is het levenseinde van Wilhelmus Abrakel gekomen. Op 30 augustus 1711 preekt Brakel nog tweemaal. S morgens spreekt hij over Psalm 63, vers 2. O God, gij zijt mijn God. En waarschijnlijk heeft hij in de middag- of avonddienst gepreekt over zondag 45, het gebed. Zijn lichaamskrachten zijn dan al sterk afgenomen. De koster moet hem zelfs helpen om op de preekstoel te komen. Begin september krijgt hij last van benauwdheden. Na acht weken sterft Brakel op 8 oktober. Zijn familie bezoekt zijn sterfbed. Hij lijkt op de zegenende Jacob. Vaak zegt hij in het Latijn, vertaald, o mijn allerzoetste Jezus, hopen van een heigende ziel. U zoeken de godvruchtige tranen. U zoekt het geroep van een allerinnigste ziel. Abraham Hellebroek zegt later dat hij een voorbeeld gaf van welsterven. Duizenden Stonden langs de Rotterdamse straten toen de lijkkoets van zijn huis naar de begraafplaats reed.